plekje waar we heen gaan is ingetekend. En als je dan kijkt in de kaart van 1500, dan zit hij zo aan de westkant. Het lijkt me ook heel even slim om de eerste boring, en dan, het zou dan deze kunnen zijn, in het midden gewoon even samen te doen. Ja. Was dit misschien een voorloper van het eiland Rottum, waar we nu op staan? Of was dit misschien nog veel langer terug het eiland Bos? En dat kunnen we aan de weet komen door heel goed te kijken hoe die afzettingen eruit zien. Hoe de sedimentlagen, de zand- en de sliklaagjes daar achtereenvolgens zijn afgezet. Aan de rand. Ja. Hier is een heel mooi kleilaag. Als klei in de oppervlakte heeft gelegen, dan is het echt compact. En dit is iets wat je breekt heel makkelijk. Het is veel minder compact dan op de kwelderzuilen op de eilanden. Maar die schelpen hier zitten ook allemaal in de leefstand. Oh, maar allemaal dubletten. Dit beest is zo dood gegaan. Ja. Ja, zo is hij geboren en zo gaat hij dood. Dus is dit een stuk watbodem? Ja. Want schelpen komen niet voor de kwelder, dat is land. En dit komt uit zee. Ja, hier zitten ook laagjes, ja, hè? Ja. Ja, dit zou inderdaad een stormvloedlaagje kunnen zijn. Ja, ik weet niet of daarop geduid is. Je moet toch kijken met zo'n hele grote groep van verschillende kanten. Wat zie je nou eigenlijk? Wat kun je waarnemen? En uiteindelijk toch het kaf van het koren schijnen.